nog even in te gaan op het achteruitzeilen, bijvoorbeeld bij afvaren van Hoge Wal, zie je hier een demonstratie deinzen voor twee dames, twee heren en twee boten. Let vooral op de roerbediening. Die is tegengesteld aan wanneer je vooruit vaart. Het komt hierop neer. Als je de boeg naar stuurboord wilt hebben, moet je de helmstok ook naar stuurboord bewegen. Helmstok naar stuurboord, boeg ook naar stuurboord. Helmstok naar bakboord, de boeg ook. En zo corrigeer je elke uitwijking. Het roer moet je heel rustig bedienen, want even te veel roer en je ligt halve wind. En dan is er wat deinzen betreft niets meer te corrigeren. In bepaalde situaties kan je ook met de fok corrigeren. Bakboord. Het deinzen, zoals je het hier ziet, zal in de praktijk nooit nodig zijn. Het is echter wel een prima training om schip en tuig onder controle te krijgen. Er zijn nog vele leuke trucjes met deinzen te bedenken. Realiseer je echter wel dat je bij deinzen geen enkel recht hebt en dat je dus voldoende ruimte moet hebben om dit te kunnen oefenen. MUZIEK.